Ja. Justine Audeurs, we zijn hier vandaag in Westerlo. Het was bekerfinale. Hoe is het gegaan? Ja, ik denk heel goed voor ons. We pakken de wedstrijd dreng in handen. Eerste 10 minuutjes wel een beetje wat zenuwen. En dan beginnen we te voetballen. We creëren kansen. Corijn scoort daar. Eerste keer, tweede keer. En ik denk dat we dan de wedstrijd wel in handen hebben. Dan gaan we rusten. En ik denk dat we dan ook terug sterk zijn gestart. Ook met kansen gecreëerd. En dan is Nicky even op de grond gaan liggen door een bal naar gezicht. En dan hebben ze erop, direct daarna gescoord, concentratie was even weg. Maar ik denk dat we dat goed hebben opgelost en direct terug concentratie hebben teruggenomen. Dus heel goed. Ja. Jij raakt ook nog geblesseerd. De laatste 10 minuten speel je met enorm veel pijn, denk ik. Ja, ik had al een beetje pijn. Dus de kraker had me hier al even tussen genomen. In mijn rug, linker onderrug. En Helene, met het duel, Helene valt op mij met haar knie. Maar ja, kan ze niet aan doen natuurlijk. Dat is het duel en ze raakt me daar nog wel even, maar ja, zoveel adrenaline, gespeeld door. Hè, dus. Ja, fantastische week, want punt gehaald in Engeland, gewonnen tegen Estland, dan vandaag vooral die bekerfinale. Kan het nog beter? Ja, het kan ook beter, nog kampioenspeel en natuurlijk met de Flames nog punten pakken en doorgaan naar Nederland. Maar dat is allemaal een toekomstgericht. Maar nu moeten we focussen op de volgende wedstrijd. Playoffs tegen Anderlecht opnieuw. Inderdaad, opnieuw tegen Anderlecht. We gaan nu samen even kopjes bij elkaar steken. Daarna dit afsluiten en gewoon alles terug in handen pakken, gelijk dat we vandaag hebben gespeeld. En ik denk dat we dan weer punten kunnen pakken. Oké. Dankjewel, veel succes nog. Hartstikke bedankt. Dankjewel.